Het is nu maandagavond 10 januari 2011 en we staan hier met Pascal Vrijheid. Hij is van de SP werkgroep uit Elburg. We hebben hier een wezenlijk kruidvat, maar naar mening van de SP is hier nog een kruidvat. En daar gaan we over spreken met Pascal. Pascal, ja, het wordt aan de hand gedaan. Pas hebben we weer ramp gehad. Hier staan we bij het ESO-station Vika in Wezen. En ja, daar blijkt wat onder de grond te zitten, wat eigenlijk verder weg hoort te zijn van de woonomgeving. Ja, dat klopt. Dit tankstation heeft een LPG-opslagtank. En naar onze mening moet hij een stuk verder van de bewoonde wereld afstaan als dat hij nu staat. En waarom deze actie? Ja, het is nog niet zozeer echt een actie. Wij beginnen vanavond met een onderzoek in de buurt om te kijken of de buurtbewoners, want daar gaat het natuurlijk om, of die onze mening delen. Dat het hier ja, toch echt gaat om een heel zorgelijke situatie. Wat vindt de buurt ervan? Ja, dat weten we nog niet. Daarom beginnen we vandaag met een onderzoek in de buurt. We gaan huis aan huis en we gaan de situatie uitleggen. We gaan de mensen informeren eigenlijk waar ze naast wonen. En dan gaan we kijken of de mensen het met ons eens zijn. Ja, dat ze gewoon naast een hele zorgelijke situatie wonen. Ja. Dus verschillende mensen zouden naar jullie mening niet weten waar ze tegenover wonen? Als ik vlak naast een LPG-tankstation zou wonen, dan zou ik het wel weten. Ja. Ja. En wat gaat er verder gebeuren? Nou, ik wil als eerste gaan starten met de ledenwerkgroep om de buurt in te gaan en de buurtbewoners te informeren en te vragen wat ze ervan vinden. En of ze onze mening delen en of ze eventueel bereid zijn, ondersteund door de SP, ja, om een beetje hier een vuist tegen te gaan maken. Ja. Ja. Eigenlijk ligt er bij de gemeente Onderbroek eigenlijk al een rampenplan. Dat er, ja, men zegt 156 doden zullen vallen, heel veel gewonden. En binnen een staal van een kilometer zouden de stenen naar door de ruiten vliegen. Ja, het is... Of is dat overdreven of is dat zo? Nee, het is werkelijk bizar. De gemeente Onderbroek heeft een rampenbestrijdingsplan die ze jaarlijks uitbrengen. En daarin erkennen ze het probleem en het gevaar van een LPG-tankstation. Wat ze noemen in hun rampenbestrijdingsplan is dat er... mocht er wat misgaan, en die kans is natuurlijk klein, maar hij is er wel, dat we ervan uit kunnen gaan dat in een straal van 400 meter, ja, dat daar zeker 156 doden vallen. In een straal van een kilometer kun je spreken over brandwonden, over ruiten die sneuvelen. Ja, het wordt gewoon één grote kraterput. Je moet het niet onderschatten. Nu zien we toch dat dit bedrijf hier gevestigd is. Ja. Er zijn regels voor. Ja. In hoeverre, dat moet bij de gemeente aan worden gevraagd, in hoeverre kun je de gemeente nog een klein steek onder water, wil ik niet zeggen, maar in hoeverre kun je hun nog verantwoordelijk stellen voor dit? Nou, weet je, de gemeente is ook gewoon verantwoordelijk. We hebben niet zozeer iets tegen de beheerder van dit Vika tankstation. Kijk, weet je, als je van de gemeente 180 mag rijden in een woonerf en mensen gaan met zo'n rotgang door het woonerf heen, gaan wij geen actie voeren tegen de mensen die daar dan zo keihard doorheen rijden, maar tegen de gemeente die gewoon een beleid maakt waarbij ze de bewoners willens en wetens in onveiligheid brengen. De gemeente neemt bewust een risico en zegt, nou jongens, we doen het, we geven jullie die vergunning en nou, ga maar, ze hebben nu een vergunning om 1000 kubieke meter LPG te verkopen per jaar. Ja, en dat risico willen ze nemen. En ja, ik persoonlijk en met mij de ledenwerkgroep hebben er wel onze vraagtekens bij. Ja. Dit is ook bij de landelijke SP aan de orde gesteld? Ja, ja. Meerdere SP-afdelingen hebben reeds actie gevoerd tegen tankstations die LPG verkopen in een woonbuurt. En met succes. Ja. Ja. Je hoopt dit onder de aandacht te brengen, maar het zal niet zo zijn dat het station liever zien verdwijnen hier? Nee, absoluut niet. Nee, weet maar dan blijf je nog met het probleem zitten. Het tankstation op zich mag voor mij prima blijven staan. Ik bedoel, hij verkoopt natuurlijk meer dan alleen LPG. Natuurlijk, LPG is op zich ook niks op tegen. Het is van de drie, van de diesel, benzine, LPG, is het de minst verontreinigende. Dus voor mij mag hij hem prima gedistributeren. Maar wel, ja, buiten de oude kom. Ja, dus dan zou hij toch weg moeten? Nou, hij zou zijn LPG moeten verplaatsen. Gaat dat maar zo makkelijk? Nee. Alleen al als je LPG hier wil gaan verwijderen. Nou, je kunt de beelden zien. Nou, dat gaat het hier over afwakkelen van LPG. Het is een enorme toestand. Maar ja, op zich. Ik heb liever dat het een hele toestand wordt om die boel te verwijderen. Ja, als dat we hier vroeg of laat een keer een ontzettende boom horen en we gewoon half wezen op weg hebben. Ja.
Zijn er meerdere tankstations hier in de buurt die te dicht bij de woonomgeving staan? Ja. Ja, nou, ik kom zelf uit Elburg en in Elburg kunnen we er ook zo drie op noemen. Ja, er zijn er meerdere. Goed, nou, ik wens je dan heel veel succes, Pascal. Of heb je nog wat toe te voegen? Ja, daar wil ik nog wel iets over zeggen. Er zijn er inderdaad meerdere. Aanleiding voor het starten van het buurtonderzoek bij dit tankstation is geweest omdat in december 2009, nou, net een jaar geleden, is het hier bijna ontzettend misgegaan. We hadden hier, het gevaar ervan is dat een opslagtank onder de grond moet worden bijgevuld. En dat maakt het heel risicovol, omdat dan de LPG in aanraking kan komen met lucht, mocht er wat fout gaan. Wat dus ook fout ging. De LPG stroomde hier over het FICA-terrein heen. En samengesteld met lucht is dit ontzettend explosief. Brandweer is hier toen geweest en is gelukkig met een sisser... dat is een leuke woordkeus. Ja. Met een sisser afgelopen. En er is toen niks gebeurd. Maar je moet er gewoon niet aan denken als dat fout had gegaan en dat er iemand met een sigaret had gestaan. En daarom hebben we dit gewoon als ons eerste speerpunt gekozen. Ja. Pascal, jullie beginnen ook een flyeractie. En wat houdt dat in? Een flyeractie is het buurtonderzoek. We hebben op een A4'tje hebben kort het verhaal gedaan. En er onderaan zit een antwoordstrook. Die gaan we huis aan huis verspreiden. Aanbellen, mensen uitleggen wat we willen gaan doen. En dan een week erop halen we die briefjes op. En dan gaan we dus vragen, mensen, zijn jullie met de SP eens dat het hier gaat om een zorgelijke situatie? Zijn jullie eventueel bereid om daar een actie over te voeren? En daarna gaan we gewoon verder kijken met de bewoners. Maar mocht er nou uit het buurtonderzoek blijken dat het de mensen eigenlijk niet heel veel interesseert, dan blijft mijn standpunt hetzelfde. Maar dan hoef ik hier niet met op de zeepkist te gaan staan. Want dan heb ik geen... Weet je, bij de SP bekijken we altijd de massalijn, noemen we dat. Dus dan gaan we eerst kijken van jongens, is het draagvlak bij de bevolking? En als die draagvlak hier ontbreekt, oké. En ik hoop dat mensen onze mening delen. Ja, en dat we gewoon wezen een stukje veiliger kunnen gaan maken. Goed, Pascal, bedankt voor je gesprek. En we hopen als je wat verder komt dat je ons even in zult lichten. En dat we ook de kijkers die dit uur gezien hebben ook weer bij kunnen praten over het verlopen van deze actie. Zal ik doen. Ja, bedankt voor je aandacht. Pascal, bedankt.